België telt 7 universitaire ziekenhuizen. Elk universitair ziekenhuis moet per 10 bedden in een periode van 3 jaar minimaal 10 wetenschappelijke artikelen publiceren. Vandaag bezoeken we het universitaire ziekenhuis van de provincie Antwerpen, het UZA. De topklinische zorg in België is zeer goed aangeschreven binnen Europa, maar ook wereldwijd. Dat heeft enerzijds te maken met de inzet van de universitaire ziekenhuizen, maar ook de relatie met de algemene ziekenhuizen, waar dat er een zeer goede interactie is. We hebben enerzijds goed opgeleide artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel. En een andere kant is dat we nog altijd zeer veel investeren in onderzoek en research, waardoor dat we proberen die topklinische zorg elke keer te herontdekken en voor de patiënt ter beschikking te stellen. Als we dan focussen op Antwerpen, dan merk je dat er ook daar heel wat opportuniteiten nog zijn om niet alleen die gezondheidszorg die hoogkwalitatief is, om die op een hoger niveau te brengen door intensieve samenwerking tussen universitaire ziekenhuizen, enerzijds, anderzijds ook de algemene ziekenhuizen en ook innovatie, onderzoek binnen de gezondheidszorg te gaan stimuleren. Niet alleen met ziekenhuizen, maar ook met andere stakeholders, zodanig dat we die top kunnen bewaren en in de toekomst nog verder kunnen gaan uitdragen. Wel, het UZA neemt toch wel een beetje een speciale, aparte rol in binnen die provincie. De U in UZA staat namelijk voor universitair. En dat wil zeggen dat het een ziekenhuis is met aparte bijkomende opdrachten en rollen die ze moet vervullen. Naast het aanbieden van topklinische zorg in de regio hebben we ook opdrachten in verband met onderwijs, opleiding, onderzoek en valorisatie. En samenwerking is zo belangrijk. Samenwerking creëert schaalvergroting. Samenwerking creëert meer mogelijkheden in opleidingscapaciteit. Samenwerking creëert meer mogelijkheden in onderzoek. Meer financiële mogelijkheden ook in onderzoek. En samenwerking biedt veel meer mogelijkheden voor het aanbieden van die topklinische zorg door het uitwisselen van expertise. We hebben hier in de regio zoveel mogelijkheden. Het is een regio van 1,2 miljoen inwoners. We hebben de haven, we hebben de industrie die allemaal mee kunnen trekken aan wat we willen creëren, namelijk die Antwerp Health Harbor. Zoveel mogelijkheden voor het aanbieden van topzorg in deze regio. Ja, je moet binnen de gezondheidszorg altijd de patiënt centraal stellen. Of dat het nu gaat over louter medische zorg, of dat het nu over innovatie onderzoek gaat, de patiënt binnen de gezondheidszorg is cruciaal in al zijn aspecten. Uiteraard door het feit dat wij goed samenwerken binnen de regio en dat wij op alle vlakken die ik juist heb opgesomd die interactie hebben, kunnen we de kwaliteit die de patiënt verwacht binnen de zorgregio maximaal gaan aanleveren. Niet alleen medische zorg, maar ook ondersteuning en interactie met de eerste lijn is belangrijk in dat aspect. Dus de patiënt in dit verhaal kan alleen maar winnen bij dat synergistisch model, bij dat interactief model tussen al die zorgactoren. De toonaangevende rol die wij willen spelen is een kwestie van opbouwen van expertise, de juiste personen aan te trekken, juist dat model tussen die drie pijlers, enerzijds klinische zorg, educatie, opleiding, maar ook onderzoek en innovatie, zorgt ervoor dat je toonaangevend wordt binnen de regio en binnen de zorgsector. Dat is het model waar dat we naartoe willen streven. Dat vraagt inspanningen, dat is een stappenproces, maar dat is het uiteindelijke doel van het universitair ziekenhuis. Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel, is de hefboom naar vooruitgang. Vertrekkend vanuit een klinisch vraagstuk, een epidemiologisch probleem, een organisatorische opdracht, gaat fundamenteel dan wel translationeel klinisch onderzoek of kwalitatief onderzoek uiteindelijk kunnen leiden naar oplossingen. Ik wil u één voorbeeld geven. De tijd van één behandeling voor één ziektebeeld bij één patiënt is al lang voorbij. Wij gaan veel meer naar gepersonaliseerde geneeskunde. En om dat optimaal te kunnen brengen, is doorgedreven wetenschappelijk onderzoek nodig.
wel in samenwerking met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen heeft het UZA zijn wetenschappelijk onderzoek gebundeld in 6 topics, 6 domeinen, 6 speerpunten. Ik denk aan oncologie, ik denk aan omics, ik denk volksgezondheid en eerste lijnzorg, infectie en vaccinologie, inflammatie en neurowetenschappen. Op innovatie en onderzoek wordt sterk ingezet, omdat wij onze verantwoordelijkheid als universitair ziekenhuis willen opnemen om de gezondheidszorg niet te laten stilstaan, maar op een hoger niveau te brengen, zodanig dat de patiënt en zijn familie daar de benefit of het voordeel kan van krijgen. Een tweede belangrijk punt is omdat wij vinden dat binnen een universitaire context in samenwerking met een universiteit dat onderzoek innovatie een belangrijk speerpunt moet zijn. Anders heb je als universitair ziekenhuis in relatie met een universiteit relatief weinig bestaansreden nog. En dat is de reden waarom dat wij duidelijk de kaart trekken van innovatie en onderzoek binnen de gezondheidszorg, binnen het ziekenhuis. Het UZA wil uiteraard een topwerkgever zijn en ons kenmerk van het UZA is uiteraard dat wij bezig zijn met innovatie en kwaliteit en derde lijns pathologie. Dus voor ons is het heel belangrijk dat medewerkers weten in welke context ze komen werken. In een gespecialiseerde context waar die zaken belangrijk zijn. Dat is de strategie van het UZA, vinden wij heel belangrijk. Wij zorgen er dan ook voor dat medewerkers goed omringd worden, omdat ze toch in een gespecialiseerde omgeving werken. Wij zorgen ervoor dat ze zich goed voelen. Wij vinden uiteraard de work-life balance van de medewerkers heel belangrijk. We zorgen ervoor dat ze voldoende vakantie hebben. We zorgen dan ook voor dat er bepaalde activiteiten worden georganiseerd, bijvoorbeeld sportactiviteiten. Wij van de IT, wij krijgen eigenlijk alles van aanvragen en problemen qua pc's en software binnen. Het is aan ons eigenlijk om te zorgen dat dat oftewel meteen opgelost wordt of door ons doorgezet wordt naar de juiste teams om dat verder te behandelen. Onze gemiddelde werkdag ziet eruit als alles wat binnenkomt van problemen, aanvragen, behandelen. Natuurlijk is ook een deel ten velde gaan, problemen oplossen, waar nodig technische assistentie verlenen en eventueel ook nieuwe hardware voorbereiden en gaan plaatsen. Mijn functie binnen het UZA is verpleegkundige en ik werk op een afdeling pneumologie, dat zijn longziekten en infectieziekten / tropische geneeskunde. Onze twee disciplines gaan splitsen, krijgen ieder hun eigen afdeling en daarvoor zijn wij nog heel erg op zoek naar nieuwe collega's. Dus als er mensen zich geroepen voelen om in een heel aangenaam warm team te werken met complexe zorgen, maar zeer interessante zorgen, zijn ze meer dan welkom om zich aan te melden.